Je ziet hier wat je moet controleren voor je de hoogwerker start. Dit noemen we de startprocedure. Volg de instructies van de fabrikant. Controleer de documenten, dat is het keuringsverslag en het instructieboek. Kijk of er geen onregelmatigheden te zien zijn. Controleer de koelvloeistof. En dan het peil van hydraulische olie. De vloeistof moet zichtbaar zijn in het peilglas. Controleer ook het peil van de motorolie. Het peil moet tussen een minimale en een maximale waarde staan. Zet het toestel aan. Je moet je valvoorkomer vasthaken.